Hoi, meiden en jongens. Wat fijn dat jullie er vandaag ook weer bij zijn. Wij hadden beloofd dat na de zomervakantie dat wij terug zouden zijn met een afgestemde kind op de bank. Dat is weer allemaal gelukt. Wij zijn er weer helemaal klaar voor. En dan is het extra fijn dat jij er ook weer bij bent. Jullie hebben al een hele week van school achter je liggen. Weer naar school, naar je eigen groep, naar iedereen die je kent. Misschien heb je wel een nieuwe juf of een nieuwe meester. Fijn hoor. En dan hoop je misschien wel dat je dit jaar helemaal naar school kunt gaan. Dan hoop je dat er geen nieuwe lockdown komt. Misschien hoop jij wel dat jij nu in een kringgesprek ook durft mee te praten. En misschien hoop jij dat dat moeilijke schoolvak dit jaar niet zo moeilijk zal worden. En als je een nieuwe brugger geworden bent, op een nieuwe school hoop je ook op nieuwe vrienden. En je hoopt op een fijne klas. Ja, hopen. Dat is eigenlijk wel een heel mooi woord. En in de Bijbel lezen wij hier vaker van. Het symbool wat bij hoop hoort is het anker. Dat zul je al gedacht hebben. Het anker, dat hoort bij een schip. En een anker is een enorm zwaar gewicht aan staal. De schippers laten zo'n anker niet uit de boot zakken. Als het mooi zonneschijn weer is en vlak water. Nee, het anker laten ze zakken als er paniek is. Als er nood is. Als er angst is. Harde wind of hevige golven. Dan gaat het anker uit de boot. Die schippers weten wat zo'n anker aan kan. Als die schippers hun lading overboord gooien, is hun hoop op geld verdienen voorbij. Als de schippers hun anker naar beneden laten zakken, dan hopen ze, dan verwachten ze. Ze hebben de zekerheid van de lading aan boord, dus hopen ze dat zij nog geld zullen verdienen. Zo is het ook met hoop en zekerheid. Dat hoort in geloven ook bij elkaar. Het is als een geheim. Je krijgt het niet losgepeuterd en je kunt het niet uitleggen en toch hoort het bij elkaar. Doen jullie vandaag mee? Heel fijn. Een mooie dienst. En tot de volgende keer.